Welkom allemaal vanuit de Wordt Grote Studio in Stadion Euroborg. Tijd voor een nieuwe warming-up. Vandaag met Melairo Bogarde. Ja. Hoe is het met je? Goed, goed, goed. Gaat lekker. Ik ben lekker in mijn vel hier bij mijn club, ook naar mijn zin. Dus het gaat wel goed, ja. Mooi man. Vandaag getraind? Hoe ging het? Ging wel goed. Dit positiespel. Beetje voorbereiding voor de wedstrijd natuurlijk. 2 dagen voor de wedstrijd, dus zit er wel lekker in, ja. Stond een behoorlijk windje, of niet? Zo, echt. Voor soms gewoon even stoppen door de wind. Moesten we gewoon even stoppen. Ja. Nu ben jij in januari gekomen. Hoe bevallen de eerste weken in Groningen? Ja, rustig stadje. Maar vanwege corona kan je niet veel doen, zeg maar. Dus ik heb het nog niet echt beleefd hoe het in Groningen is. Maar ik denk wel dat het nog gaat komen. Dus ja, het gaat wel naar mijn zin hier. Woon je dicht bij de binnenstad? Nee, ik woon dicht bij het spoor. Oké. Bij het spoor, bij de treinstation. Oh ja, je woont hier vlakbij in de Oosterpoort, hè? Ja, ja, daar in de buurt. Misschien 2 minuten van hier, van het stadion. Dus je kon lopend deze kant op? Ja, ik kon wel lopend komen. Als er geen regen is. Precies, als er geen regen is. Je kwam nu natuurlijk direct van de training. Ja. Dat kwam je doen in de auto. Ja. En dat betekent ook dat jij je rijbewijs hebt, hè? Maar dat is wel een bijzonder verhaal, of niet? Ja, klopt. Ik heb mijn rijbewijs in Duitsland gehaald. Ik moest 2 weken geleden moest ik vanuit de wedstrijd hier tegen NEC direct door naar Duitsland. Mijn rijbewijs halen. Ja, dus dat was wel bijzonder. Ja, wat een week moet dat voor jou geweest zijn. Ja. Op zondag laten we daar beginnen. Ja. Je was hier net een paar dagen. Ja. Je debuut tegen PSV in de Eredivisie. Ja, hoe was dat? Klopt, dat was wel leuk. Altijd al gedroomd om een debuut te maken in de Eredivisie. Dus het was wel een leuke week. Al gelijk eerste wedstrijd. Ik mocht erbij zijn. Ik mocht gelijk minuten maken. Ja, ik vond het wel leuk, ja. Dus dat was heel mooi. Toen speelde je 3 dagen later tegen NEC op woensdagavond. Ja. En toen moest jij de volgende ochtend, donderdagochtend, afrijden in Hoffenheim. Ja. Even voor de mensen thuis, Hoffenheim is 6 uur rijden. Ja. Dus hoe is dat gegaan en met wie ben je gegaan? Want je kon niet zelf rijden. Nee, ik ben met de chauffeur gegaan van hier en met mijn vader. En ik moest in de auto slapen. In de auto slapen en dan de volgende ochtend had ik het rond 8:30 had ik mijn test, zeg maar, mijn rijexamen. Toen moest ik rijden, heb ik hem gehaald. En toen heb je hem gehaald? Ja, gelukkig was je opgelucht? Ja, zeker, zeker. Rijbewijs natuurlijk. Meer vrijheid en zo. Ja, natuurlijk. En nu heb je je rijbewijs in Duitsland gehaald. Ja. Moest je dan ook je theorie in het Duits doen? Ja, theorie ook in het Duits gedaan. Ja, dus je kan goed Duits? Ja, mijn Duits is gewoon, mijn Duits is redelijk, ja. Ik kan wel goed Duits, ja. Jouw Duits is beter dan de mijne dan, denk ik. Ja, denk het wel. Nee, je hebt natuurlijk in Duitsland gevoetbald, bij Hoffenheim. Ja. Hoe lang heb je daar precies gezeten? Dit zou mijn 4e jaar worden. Ik kwam daar toen ik 16 was. Ja, tot en met nu eigenlijk. Hey, dan leren ze taal natuurlijk ook snel, omdat je ook in de jeugdteams daar zit. Zeker. Eerst jaar toen ik daar kwam, ging ik ook naar school daar, zeg maar, om Duits te leren. En toen een jaar daarna vond ik wel dat ik gewoon wel redelijk Duits kon. Had ik het nog wel af en toe op de club. En daarna leer je het gewoon in de kleedkamer kennen en zo. Leren. Ja, tuurlijk, in de omgeving. Ja. Want waar woonde je dan precies? Want we moeten misschien eerst beginnen. Wie is Melairo Bogarde en hoe komt hij in Duitsland terecht? Ja, ik speelde bij Feyenoord in mijn jeugd. Toen had ik gescout op mijn 16e door Hoffenheim. Ik ging daar langs, ging kijken. En toen vond ik dat ik wou gelijk naar Hoffenheim gaan toen. Ik zag de faciliteiten en zo. Dus ik ging naar daar zo. Toen had ik kwam daar in de onder 17. Tot en met, heb ik een halfjaartje onder 17 gespeeld. Toen al onder 19, ook een jaartje of zo, 3/4 jaar. Toen ben ik naar het eerste gegaan. Dus ja. Toen heb je net na corona, toen in Duitsland de competitie weer hervat, werd je debuut zelfs gemaakt in de Bundesliga. Ja, klopt. Je bent de jongste debutant uit Nederland ooit in de Bundesliga. Ja, klopt. Ja, dat geeft natuurlijk wel een goed gevoel. Ik had wel iets waar je trots op kan zijn, zeker. Ja, was tegen Mainz trouwens. Ja, en nu hadden we het over Duitsland. Je spreekt de taal dan goed, maar waar woonde je daar? Ik kwam toen ik daar het eerste jaar kwam. Ik heb daar 2 jaar in internaat gewoond, zeg maar op de club daar. Want je hebt daar zeg maar in Duitsland onder 16, onder 17 heeft een eigen complex. En daar had je kamers, gewoon een internaat, echt gewoon een internaat. Ja, Hoffenheim heeft aparte complexen, hè? Dus als we hier kennen we Korpen, zit onze jeugdopleiding en onze eerste elftal traint daar. Ja. Maar daar hebben ze, wij zijn daar 4, 5 jaar geleden met FC Groningen een keer geweest, ook in de winterstop. Ja. En toen je hebt verschillende complexen en daar traint de onderbouw, de bovenbouw. En daar zit dus een internaat bij. Ja. Wat moet ik me daarvan voorstellen? Heb je dan een eigen hotelkamerachtig iets? Je hebt een eigen kamer. Je hebt een eigen kamer. Sommigen zitten ook met 2, zeg maar. Maar als je de taal zo niet goed kent, dan als je nieuw komt, dan wil je liever even alleen zijn, denk ik. Dus ik had een eigen kamer. Hier heb ik daar 2 jaar gewoond. En toen ben ik, na die 2 jaar ben ik mezelf gaan wonen.
Is dat leuk, omdat je met jonge jongens, met teamgenoten zit? Is het dan s'avonds veel leuke dingen doen, FIFA spelen, weet ik het allemaal? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, je speelt gewoon FIFA. Je hebt ook zo'n voetbaltafel ding om te spelen. Ja, je PlayStation. Ja, je doet gewoon allemaal leuke dingen, poelen, darten. Het is op zich wel gezellig? Ja, het is wel gezellig. Het is wel gezellig. Zeker, het is wel gezellig, ja. Wat heb je van die tijd geleerd? Ja, je weet wel echt dat je op jezelf gewoon, je moet gewoon echt focussen op jezelf. Je moet, je moet gewoon focussen op jezelf, zelfstandig worden. Want uit wat voor familie kom jij? Ik heb een broertje, zusje. Ja, eigenlijk een voetbalfamilie echt, eigenlijk. Ja, veel van mijn familie voetbalt ook. Ja, dus ik kom eigenlijk een voetbalfamilie, ja. Ja, want je bent natuurlijk het neefje van Winston Bogarde. Ja. Maar tegen Vitesse hoorde ik ook weer dat je familie bent van Danilo Doekie. Ja, klopt. Dus het is een echte voetbalfamilie. Ja, een echte voetbalfamilie. Maar was het dan niet moeilijk om die familie achter te laten in Rotterdam terwijl jij naar Duitsland ging? Nee, ze komen ook wel vaak naar Duitsland, wedstrijden kijken en zo. Dus ja, het is ook niet echt ver, maar vijf uurtjes rijden, uurtje met de vliegtuig. Dus ja, voor corona ging ik ook altijd wel met de vliegtuig. Ja. Dus ja, het is niet echt zo ver eigenlijk. Nee, en je voelde het als de juiste stap op dat moment in jouw carrière. Zeker. Dus je had er alles voor over, denk ik. Ja, zeker, zeker. Nu hebben we het over die bizarre week van jou. Rijbewijs gehaald in Duitsland. Ja. Blij op zak. Weer 6 uur terug. Ja. Met de chauffeur Jacob en je vader. Ja. Toen kwam je weer in Groningen. Gingen jullie uit naar Vitesse. En toen ineens moest je in de basis beginnen. Ja, hoe ging dat precies? Ja, we deden een warming-up. En toen was daar los veel geblesseerd uit. Toen zei iedereen tegen mij, ja, je gaat spelen. Ja, zo ging het eigenlijk. Wat ging er toen door je heen? Ja, opluchting. Ja, niet echt opluchting, maar Laros is wel geblesseerd eruit gaan. Denk ook wel aan, maar ja, je gaat wel spelen, dus je moet daar gewoon gefocust zijn. Dus ja, ging wel goed. We wonnen 3-0. Dus ja. 3-1 uiteindelijk? Ja, 3-1 uiteindelijk. Maar toen jij erin stond, was het ook net 3-1, hè? Ja, het was net 3-1 geworden. Je werd er 10 minuten voor tijd afgehaald. Ja. Maar hoe heb je die wedstrijd beleefd? Je basisdebuut in de Eredivisie? Ja, leuk. Het was echt een leuke duel tegen Vitesse natuurlijk. Goede ploeg. Uit ook. Dus ik kreeg ook vroeger een rode kaart. Dus ja, uiteindelijk hadden we wel, was het wel iets makkelijker voor ons om te spelen. Maar ja, het was wel een leuke... Wat was jouw taak op het veld? Mijn taak was op het veld, zeg maar, gewoon spel verplaatsen, proberen ballen te heroveren, tweede bal winnen, dat soort dingen, ja. Nu was jij redelijk onzichtbaar, in de zin van, is dat een compliment als controlerende middenvelder, dat je het goede werk doet en de balverplaatsingen doet, maar verder, redelijk, onzichtbaar is niet het goede woord. Je deed eigenlijk alles heel simpel, alsof je hier al, denk ik, een paar wedstrijden speelde. Ja, ik probeerde gewoon... Ja, we begonnen natuurlijk mijn best te doen. Natuurlijk geen onnodige dingen, geen risico's nemen. Ik probeerde gewoon een degelijke wedstrijd te spelen. Het zag er vrij ervaren uit voor een jonge jongen. Ja, ik probeerde gewoon mijn ding te doen eigenlijk. Ja. Nu speelde jij als controlerende middenvelder. Je kan op meerdere posities spelen, toch? Wat is je favoriete positie? Ik denk toch wel centraal of nummer 6. Zeg maar, ik heb ook wel... In mijn jeugd heb ik centraal gespeeld. Heel mijn jeugd. Centraal achterin. Ja, centraal achterin. En toen, ik heb ook wel vaak rechtsback, linksback gespeeld op 6. Ja. Dus het kan allemaal wel eigenlijk. Ja. Nu was je ook nog betrokken bij de tweede goal, hè? Dat was een, de bal werd weggewerkt door Vitesse. Die kwam in jouw voeten, direct Jurgen inspelen. Ja. Gaf je dat nog een goed gevoel? Ja, dat was een goede counter, zeg maar. 2-0 natuurlijk, opluchting. Man met team met de rode kaart, die maakte 2-0. Dus ja, zo bijna zeker dat je dan die wedstrijd binnensleept. Nu heb ik jou de afgelopen weken aan het werk gezien, ook op de trainingen. Wat mij opvalt is dat je één maatje hebt. Dat is Casemiro, geloof ik. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, al sinds Feyenoord in de jeugd, zeg maar. We speelden altijd al vroeger tegen elkaar. Ook van mijn leeftijd natuurlijk. Dus ja, we speelden altijd tegen elkaar. Nederlands elftal ook samen. Maar als je tegen elkaar speelt, word je niet meteen vrienden, toch? Nee, dat niet. Ajax Feyenoord natuurlijk. Ja. Ja, dat is vaak ruzie op het veld. Vaak ruzie op het veld, maar... Maar bij Jong Oranje hebben jullie elkaar beter leren kennen? Of? Nee, al in de jeugd internationaal. Ah, ja, al eerder? Ja, eerder. Al eerder bij Oranje? In de 15 of zo, in de 14 al. Ja. En nu eindelijk samen? Ja, en stonden jullie ook nog samen op middenveld tegen Vitesse? Alles helemaal mooi, zeg maar. Ja, mooi man. Dan gaan jullie zondag naar Go Ahead Eagles. En na de interlandperiode, hoe heb je die eigenlijk beleefd? Weer nu even een week rust. Was dat wel lekker voor jezelf? Of, Ja, we hadden 3 dagen rust gekregen. We hadden nog een wedstrijd tegen Jong PSV, zeg maar, gewoon gewonnen. En daarna hadden we 3 dagen rust gekregen, dat was wel even lekker dan.
En dan, ja, dat was voor jou ook wel een drukke periode, denk ik. Ja, zeker. En dan nu weer er tegenaan, zeg maar. Hele week weer getraind. Dus ja. Volle bak tegen Go Ahead. Volle bak. Ik sprak vanochtend jouw trainer, Danny Buis. Ja. En ik vroeg hem hoe de groep ervoor staat na de interlandperiode. Ik moet zeggen, als ik nu met deze groep kijk, ik heb echt heel veel vertrouwen in deze groep. Als ik zie de laatste weken hoe ze trainen, hoe ze met elkaar bezig zijn, zowel individueel en met elkaar bezig zijn als team, heb ik er heel veel vertrouwen in. Ik kijk enorm uit naar de komende paar maanden, omdat ik denk dat wij ons absoluut gaan doorontwikkelen naar een hoger niveau en dat we zeker de nodige wedstrijdjes gaan winnen. Ja, zal ook misschien een keer gaan voorkomen dat we nog een mindere periode hebben of een mindere fase. Als we er dit seizoen niet nog van profiteren sportief, dan gaat de club er zeker van profiteren naar de toekomst. Omdat we natuurlijk gigantisch veel jonge jongens op het veld hebben staan op dit moment. Die aan het begin van hun carrière zijn, die al geweldige ervaring opdoen. Sommigen hebben zich al gigantisch ontwikkeld. En als zij die jongens zo blijven werken, blijven ze zich ontwikkelen naar een hoger niveau. Gezien hun leeftijd en de potentie die ze hebben. Dus ja, ik zit hier eigenlijk met een goed gevoel. Kun je ook over al die jongens beschikken komende zondag tegen Go Ahead Eagles? Ja, dat is ook waarom ik hier met een goed gevoel zit. Omdat wij iedereen op dit moment op het trainingsveld hebben. Nog niet iedereen is topwedstrijd fit. Maar de laatste periode trainen we wel met al die jongens. Dus dat is enorm positief natuurlijk. En daardoor zie je ook dat de kwaliteit in de training toeneemt. En dat zorgt er weer voor dat jongens zich kunnen ontwikkelen. Dus dat is ook weer een van de redenen waarom ik... Danny Buis heeft er dus veel vertrouwen in aanstaande zondag. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Goede energie in de groep. Hoe we trainen. Ziet er allemaal wel goed uit. Dus ja, we hebben er zeker wel vertrouwen in. Want jij bent natuurlijk nieuw in zo'n groep. Ja. Hoe ervaar je dat? Hoe deze groep traint en de hele week met elkaar is? Is het een leuke groep? Ja, zeker. Ik ben goed opgevangen ook, ten eerste. Heel goed opgevangen. Iedereen had ook vertrouwen in me gelijk. Dus er zeker wel vertrouwen in, ook in het team natuurlijk. Wie zijn nou opvallende karakters in de groep? je hebt, we noemen hem Big Man, de spits Jurgen. Hij is grappenmaker, vind ik. Je hebt Mike, is ook een grappenmaker, de Wierik. En je hebt natuurlijk ook de jong boys natuurlijk, Nana, Jaja, Paulus, Cyril. Ook allemaal grappen maakt. Ja, wel een grappige team eigenlijk. Ja? Leuke jongens? Ja, zeker. Mooi, dat lijkt me een goede basis voor een mooi half jaar in ieder geval. We hebben er allemaal gewoon plezier in, zeg maar. Ja? Merk je dat plezier is op de training? Ja, zeker. Belangrijk. Heel belangrijk, zeker. Nu vroeg ik me ook af, hoe zit het met jouw vertrouwen? Je hebt nu één wedstrijd gespeeld. Heb je er vertrouwen in dat je komend half jaar veel gaat spelen? Ja, als ik mezelf gewoon goed laat zien, dan heb ik er wel zeker vertrouwen in. Dus kijk er naar uit, te spelen. Wie er ook vertrouwen in hadden in een goed resultaat tegen Vitesse, was ons panel. Want zij hadden een gelijkspel voorspeld en een overwinning. Mm. Dus voor de overwinning kreeg Koert Elschot punten. En John de Jonge die had voorspeld dat in de tweede helft gescoord werd door Vitesse en door FC Groningen. Dus hij verdiende ook euro's. Ze spelen namelijk voor een goed doel. Ja. En doen ze wekelijks in de battle. En ze nemen het ook nu weer tegen elkaar op in de battle richting Go Ahead Eagles. 2 minuten later, Elschot op de paal. Beide mannen scoorden euro's tegen Vitesse. Koert voorspelde een overwinning en John had de stelling goed dat beide teams zouden scoren in de tweede helft. Wat verwachten onze experts tegen Go Ahead Eagles? Ik heb wel een tijdje in Deventer gewoond. Ja, een paar jaartjes. Hoe kwam dat zo? Nou ja, laten we dat maar. Die gaan we winnen. En ook redelijk makkelijk. 3-0. Nou nee, de uitwedstrijd was niet zo heel erg makkelijk dit seizoen. Ik denk dat Go Ahead speelt wel redelijk attractief voetbal. Ik denk niet dat het heel erg makkelijk wordt, maar ik denk wel dat we winnen. Ik gok op een 2-0. Dat klopt. Nee, dat is 3-0, dus we krijgen niks tegen. Ja, je noemt dit al, hè? 2-0, dus ja, dat houdt in dat ze niet scoren. Zondag ga je voor het eerst met een beetje publiek spelen. Mag namelijk 1/3 in de Euroborg. Ja. Helaas niet meer. Maar toch een beetje publiek. Ja. Kijk je daarnaar uit? Ja, zeker. Heel natuurlijk. Hele boost voor het team. Ja, voor iedereen natuurlijk. We spelen ook thuis met publiek.
is heel mooi. Ja, het lijkt me ook akelig als zo'n stadion echt zo helemaal stil is. Ja. En je dan alle coachingsgeluiden hoort. Ja, soms lijkt het een beetje op een trainingswedstrijd meestal. Ja, je merkt geen is niet echt. Ja, geen energie. Ja, het is wel energie, maar niet echt moed of zo. De echte eredivisiebeleving moet nog komen voor jou. Ja, hè? Zeker. Kijk daar zeker naar uit. Eerste wedstrijd met publiek, zeg maar. Nog thuis, nog mooier. Ja, toen je hier in het stadion liep de eerste keer, zei je ook meteen: zo, dit is wel een mooi stadion, hè? Ja, zeker, zeker. Dus het kan alleen maar beter worden. Ja. Nu 1/3 en hopelijk straks meer. Ja. Nu voeren de clubs ook dit weekend acties om de stadions vol te krijgen. Volgens mij, als jullie het veld oplopen, hebben jullie allemaal een shirt aan met verschillende letters. En daar staat dan stadions vol. Mm-hmm. En er is een petitie, die we hopen dat iedereen gaat tekenen. En ik sprak daar ook even over met Danny Buis. Nou ja, het is gewoon ruk dat er maar 1/3 bij mogen zijn. Want daardoor krijg je verdeeldheid in je achterland. Mensen gaan zich solidair met elkaar verklaren, want ja, de een wel, de ander niet. Dat is het meest verschrikkelijke wat je kan krijgen. Terwijl juist die supporters voor bijna al die clubs zo massaal achter die clubs zijn blijven staan in de afgelopen 2 jaar met 1 bak ellende. Mensen hebben hun geld laten zitten terwijl ze geen wedstrijden konden bezoeken, noem het maar op. Ik hoop ook heel snel dat we in vollere stadions mogen spelen. En of het gelijk al helemaal vol moet, ja, dat is het ideaalplaatje. Maar 1/3 is wel echt heel beperkend. Maar oké, ik hoop wel dat die 1/3 zondag is. Want wij kunnen die steun enorm goed gebruiken. En dat mensen voor een dilemma staan. De mensen waar ik normaal mee ga, de helft mag nu wel en de helft mag niet. En de andere helft mag volgende week. Ik begrijp dat dat enorm pijnlijk en vervelend is. En het is ook heel, hoe moet ik het goed zeggen? Het is top om te zien dat mensen die loyaliteit naar elkaar hebben. Dat is een hele belangrijke eigenschap in het leven, voor mij. Maar ja, het is voor ons wel heel belangrijk dat die mensen er zijn. Omdat wij de steun gewoon enorm goed kunnen gebruiken. Kortom, die stadions moeten gewoon weer vol. Teken de petitie en zorg ervoor dat we weer met z'n allen naar het stadion kunnen. Dat zou het allermooiste zijn. Oh ja. Nu hebben we ook gevraagd aan de supporters of ze vragen voor jou hebben. En die gaan we behandelen. Okay. De eerste vraag was van Milan Visser. Wat is je eerste indruk van de Club Groningen? Ja, meestal zie je alles is groen om je heen. Ja, het is wel een mooie stad, zeg maar. Dus ik heb wel een goede indruk gekregen van Groningen. Mooi. Volgende vraag. Hoeveel doelpunten en assist hoop je dit seizoen te maken? Vraag Rohan Breekveld. Ik weet niet of jij als verdediger in de middenvelder of verdediger veel te scoren toekomt. Ik hoop wel een paar doelpunten te maken en een paar assists. Maar hoeveel, dat hebben we nu nog niet te zeggen. Zullen we gewoon 1 goal en 1 assist proberen? Ja. Dan is een begin. Ja, dat is een begin. Dat is een goed begin. Patrick Keijzer wil weten, welke fitnessoefening doe je het liefste? Ik hou het liefst van bankdrukken. Ja? Ja, ja. Ja, dus die borst wordt goed getraind? Die borst, ja. Ja. Moet je nog breder worden? Want je bent best wel een beetje een slangenmens, of niet? Ja, ik moet wel zeker nog breder worden, zeker. Ik ben ook wel bezig in de gym. Maar moet niet ten koste van je snelheid gaan? Nee, dat zeker niet, daarom. Het is niet te zwaar. Houden jullie allemaal in de gaten? Ja, allemaal in de gaten, zeker. Heel goed, heel goed. Wat is je favoriete eten? Rotti of bruine bonen. Ja, rotti? Ja. Oh, lekker. Ja, zeker. Heel goed. Ja. En kan je een beetje voor jezelf koken inmiddels? Ja, ik kan best wel koken. Ja? Ik kan best wel koken. Wat, niet goed, maar het is te eten. Precies. En wat maak je dan zoal? Nou, mijn moeder heeft me bruine bonen geleerd. Heel goed, en, veel vezels. Ja, zeker. En gewoon die standaard dingen, gewoon een beetje rijst met kip en groenten. Gewoon een beetje die standaard dingen. Gewoon. Ja, tuurlijk, heel goed. Ja. Als het maar voedzaam is. Ja. Dan heb ik hier een vraag van Jaden en Gijs willen eigenlijk weten. Speel je basis? Zaterdag? Dat weet je nog niet, hè? Nee, weet nog niet. Dat weten we nog niet. Kunnen we nog geen antwoord op geven. Dus dat blijft een verrassing. Dus kom naar het stadion zondag of kijken. Ik heb nog een aantal dilemma's. Volgens mij, we gaan naar de dilemma's. De eerste is Messi of Ronaldo? Ronaldo. Waarom Ronaldo? Ja, al sinds klein eigenlijk ben ik Ronaldo-fan. Real Madrid. Ik ben ook fan van Real Madrid. Kijk aan. Zetten we die op het lijstje. Mm. FIFA of Call of Duty? FIFA. Ja? Ik heb eigenlijk nooit echt Call of Duty gespeeld eigenlijk. Okay. Ik was altijd GTA of FIFA of UFC. Dus ja, FIFA. Ben je goed, FIFA? Ja, ik ben wel goed. Speel je ook Ultimate Team en zo? Ja. Oké. Okay. Dus mensen kunnen jou tegenkomen? Mensen kunnen me tegenkomen. Heel goed. Pas maar op. Boerenkool of hutspot? Wat is hutspot?
Hutspot is met wortelen en uien. Boerenkool. Ja? Ja, boerenkool. Oké. En tv of YouTube? TV. Ja? Wat kijk je op tv dan? Meestal Netflix, dat soort dingen. Niet echt, kijk niet echt tv, ja, soms voetbal. Maar voor de rest kijk niet echt tv. Dus ja. Nou, ik zou liever zeggen YouTube. Meer muziek, ja. Wat, muziek ook, muziek, ja? Muziek, filmpjes, gewoon... Ja, dat soort dingen. Dennis Brands wilde nog weten, wat is je lievelingsliedje? Of artiest? Artiest. Ik ga voor een Frenna of Lil Baby. Dat zijn mijn lievelingsartiesten. Dat is een beetje de hip-hop genre, toch? Ja, een beetje de rap. Ja, de rap. Heel goed. Is die vraag van Dennis ook beantwoord. Volgens mij hebben we echt super veel besproken. Ja. Super tof dat je er was. Zeker, dank jullie ook. Heel veel succes tegen Go Ahead Eagles. Dankjewel. En thuis iedereen bedankt voor het kijken. Zorg dat je de petitie in elk geval tekent. En hopelijk komen jullie naar het stadion aanstaande zondag tegen Go Ahead Eagles. Bedankt voor het kijken.